Letitia Vriesde, geboren op 5 oktober 1964 te Paramaribo. Topatlete, Olympiër, sportpromotor. Letitia Alma Vriesde groeide op in Coroni. Op haar 15e verhuisde ze naar Paramaribo, waar ze tijdens de gymles opviel door haar uitzonderlijk loopvermogen. Ze hoorde al snel bij de Surinaamse atletiektop. In 1985 vertrok ze naar Nederland en bereikte in 1991 op de 800 en de 1500 meter de finale van de wereldkampioenschappen atletiek in Tokio. Ze is de eerste Surinaamse sporter die deelnam aan 5 Olympische Spelen. In 1988 Seoul, 1992 Barcelona, 1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Athene. Vriesde is de snelste atlete die Suriname tot nu toe heeft gekend. Ze is nationaal recordhoudster op alle afstanden tussen de 400 en 10.000 meter. Zuid-Amerikaanse recordhoudster op de 800, 1000, 1500 en 3000 meter en Pan- en Centraal-Amerikaans kampioen. In haar loopcarrière nam Vriesde deel aan 7 wereldkampioenschappen en won in 1995 medailles op wereldkampioenschappen in Barcelona indoor, brons, Gutenberg, zilver en in 2001 in Edmonton, brons. In 2010 begon Vriesde met een mobiele atletiekclub AC De Toekomst met sportpromotie onder jongeren in volksbuurten. In 2000 werd de Cultuurtuinlaan omgedoopt in de Letitia Vriesdelaan.